En er was licht. Het is nacht, maar het is zeker niet donker. Iemand die ons daar veel over kan vertellen is Marjolein Tijdens. Hoi. Dag Marjolein. Hoi. Jij werkt bij de Milieufederatie, hè? Ja, ik werk bij de Milieufederatie Groningen. Wij zijn de ambassadeur van het Groningse Groen en we komen op voor het belang van landschap, milieu en natuur in de provincie. En wij gaan het vanavond hebben over licht en donker. Als we ons omdraaien, dan zien we wel dat de stad prachtig verlicht is, dat het ook heel mooi is. Ja, verlichting kan heel mooi en sfeervol zijn. Alleen de nacht in Nederland wordt steeds minder donker, het wordt lichter en lichter. En dat kan schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom willen wij de aandacht vestigen als Milieufederatie op de lichtvervuiling. Marjolein? Je had het over negatieve effecten, wat het licht kan hebben. Kun je daar voorbeelden van geven? Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een lamp die effect kan hebben op insecten. Insecten komen erop af, blijven eromheen cirkelen en kunnen uitgeput raken. Sommige onderzoekers suggereren zelfs dat dat een oorzaak is van een afname in insectensoorten. Zo. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, het heeft ook een desoriënterend effect op trekvogels. En dat is een reden dat ze nou experimenteren met groen licht op booreilanden. Er komen heel veel trekvogels lang. Die bleken aangetrokken te worden tot gewoon licht. En een onderzoeker heeft uitgevonden dat dat kwam door het rode spectrum in het licht. Dus okay. Dat hebben ze nou weggenomen. En als je groen licht alleen neemt, worden vogels er niet meer door aangetrokken. En dus dan blijven ze niet om die booreilanden heen cirkelen. En bij gewoon licht kan het tot uitputting leiden en desoriëntatie. Ja. Maar dat zijn ongetwijfeld niet de enige negatieve effecten. Nee, er zijn nog meer effecten. Oké. Okay. We zijn hier in het natuurgebied Kaddinge. Heeft er ook nog effect op dieren die hier leven? Jazeker, zoals je weet komen hier heel veel broedvogels voor. En vogels en andere dieren, hun ritme kan verstoord worden door verlichting. Vogels kunnen eerder gaan fluiten op de dag. Maar nog veel sterker is dat ze eerder in het seizoen kunnen gaan broeden bijvoorbeeld. Hun jongen eerder in het seizoen grootbrengen, dan is het bijvoorbeeld kouder. En dat kan de overlevingskansen van jongen beïnvloeden. En sommige vogels broeden liever niet in de nabijheid van verlichting, omdat ze daardoor bijvoorbeeld een gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren. Dus het heeft zeker een effect ook op broedvogels. En heeft het ook, want ik heb ook gehoord dat het ook eventueel nog een effect heeft op de mens. Klopt dat? Ja, absoluut. De mens slaapt ook minder diep en minder vast als er veel verlichting is. En dat heeft ook negatieve gevolgen voor de gezondheid van de mens. En kan stressverschijnselen veroorzaken. Ja. Dus absoluut. Ja, die stress zitten we niet op te wachten. Zullen we eens kijken naar de oorzaken van al dat licht? Ja. Wat zijn nu de oorzaken van al dat licht wat we zien? Nou, we hebben een top 4. Een top 4? Een top 4, ja. En nummer 4 staat bijvoorbeeld reclameverlichting langs wegen op bedrijventerreinen. Dat kan in het open landschap in Groningen bijvoorbeeld heel storend zijn. In de stad valt het al erg op. Is veel langs de wegen ook te zien, hè? Ja, van de wegen ook. Ja, klopt, absoluut.
En dan nummer 3 staat de openbare verlichting. Dus verlichting op monumentale gebouwen of langs wegen. En gewoon de straatverlichting. Ja. Nummer 2 is de verlichting bij sportvelden. Dat is echt een grote bron zoals waar we hier zien. Waar we nu bij staan. Ja. Ja. Dus, het is natuurlijk fijn als je s'avonds kunt voetballen. Maar over het algemeen wordt ook de hele omgeving en de lucht verlicht. Dus niet alleen het voetbalveld. En wat staat er op nummer 1? Ja, nummer 1 is de glastuinkassen. Gelukkig hebben we die niet in de stad Groningen. Nee. Maar in de provincie, zoals bij Hoge Zand en de Eemshaven, is het wel degelijk een thema. Dus die zorgen voor heel veel lichtvervuiling. Okay, maar gelukkig niet in Groningen. Niet in de stad Groningen. We staan hier aan de Koehoornsingel. Je hebt ons hiermee naartoe genomen. Wat valt er hier te zien? Dit is een goed voorbeeld hoe verlichting beter kan. Verlichting is natuurlijk heel erg nodig. Je kunt niet alle lampen uitzetten. Het is nodig voor veiligheid. Het geeft een mooie sfeer. Je wil 's avonds kunnen sporten. Maar heel vaak kan verlichting gewoon effectiever, beter en zuiniger. En zonder dat de veiligheid en de sfeer daarbij in het geding komen. De sportvelden bijvoorbeeld kun je de lampen veel beter aan de zijkanten naar boven toe afschermen. Zodat er echt alleen de sportvelden worden verlicht en niet de hele omgeving. Kun je toch sporten en je hebt minder lichtvervuiling. Bij straatverlichting kan het ook heel goed. Dit is een voorbeeld bij de Koehoornsingel. Gebruikers waar we nu staan inderdaad. Zijn ze testen aan het doen met witte ledlampen. Want daar staan nog de originele verlichting, zeg maar. Dus het is wel een heel veel warmer licht. En aan de andere kant, kun je hier zien. Daar is de nieuwe verlichting. Daar is de nieuwe verlichting met ledlampen. En ledlampen zijn veel zuiniger. En als je dat dan nog eens in combinatie doet met een goed armatuur, dus aan de zijkant en de bovenkant goed afschermt, heb je een hele mooie verlichting. De gemeente Groningen doet dit in overleg met de bewoners. Er zijn nog wat klachten over de verlichten. Het is een veel feller, kouder licht. Dat willen ze in de toekomst toch verbeteren. Maar het is al heel mooi dat ermee getest wordt en dat de verlichting gewoon verbeterd wordt. Dus dat is een van de manieren waar het beter kan. Marjolein, we staan hier op Martini Kerkhof. En hier lijken ook weer totaal andere straatlantaarns te staan. Ja, dat klopt. Hier wordt gebruik gemaakt van gasverlichting. Het is eigenlijk voor in de binnenstad een heel speciaal plekje. Er wordt heel gedempt verlicht, helemaal niet fel. Maar het bevalt toch heel goed met de gemeente en de omwonenden. Dus je hebt een heel warm gedempt licht. Dus dat is ook een manier om lichtvervuiling te voorkomen door openbaar verlichting al vanaf een bepaalde tijd te dempen. Dus niet zo fel te verlichten. Dan is het toch nog veilig, toch nog sfeervol, maar je hebt minder lichtvervuiling. En onze ogen die wennen daar ook al aan. Ja, precies. Ja, je kunt gewoon kattenogen. Hè? Je kunt wel aan het donker aanwennen. Dus is zeker een hele mooie optie. Alle stadjes kennen deze plek en hier zijn ook alle soorten licht zo'n beetje te zien. Welke maatregelen hebben we nu nog gemist? Wat kunnen mensen nu nog meer doen? Nou, een logische oplossing is natuurlijk de lichten uit als het niet nodig is. Dus kantoorverlichting uit naar werktijd, sportveldverlichting uit na het sporten. En bijvoorbeeld gebruik van sensoren, dus dat de verlichting pas aangaat als het echt nodig is. De Martini Toren, dus de gemeente Groningen, doet heel mooi mee door de Martini Toren na 12 uur 's nachts uit te doen. Dus dat soort dingen kun je heel veel energie mee besparen en lichtvervuiling tegengaan. Goed, en binnenkort is er zelfs iets speciaals? Wordt er iets speciaals georganiseerd om de nacht in het zonlicht te zetten, om het zo even te zeggen? Klinkt raar, maar... Ja,
We organiseren de Nacht van de Nacht. Dat is een initiatief van de Milieufederaties om mensen mee te laten genieten van de schoonheid van de nacht. Dat is komende zaterdag, 25 oktober. En dus in heel de provincie zijn allemaal activiteiten georganiseerd. Dat kun je vinden op www.nachtvandenacht.nl. En in Groningen zijn ook tal van activiteiten. Zo gaat de Sterrenkoepel op het Zernikentrein open voor het publiek. Bij het Pickerthof is een heel festival voor jong en oud. Kun je gratis heen, kun je meedoen aan nachtsnorkelen in de Pickerthofplas. Er is een wandeling van natuurmonumenten. Je kunt nachtvlinders bekijken met NJN. Er is een spooktocht voor kinderen en er is een verhalen vertellen. En daarnaast is er bijvoorbeeld een cursus nachtfotografie in de fotoacademie. Kun je ook aan meedoen. Dat zijn een heleboel leuke dingen. En daarmee willen we dus aandacht vragen voor de donkere nacht. Maar we willen ook beleidsmakers, overheden en bedrijven oproepen om zuiniger, beter en ook effectiever te verlichten. En daarmee energie te besparen, maar ook lichtvervuiling tegen te gaan. Dus dat is het doel van de Nacht van de Nacht. Goed, nou, ik wens je ontzettend veel succes aanstaande zaterdag. Ja. Lijkt me ook erg leuk programma. Dit was het voor dit keer. Tot de volgende week.